Dames en heren, en dan vragen we u speciale aandacht voor... Gezellig of ik schiet jou? Oh, gezellig, hè? Flauwekul allemaal. Is het toch mogelijk, hè? Ik zit nog in mijn aanloop. Hoor je hem alweer? Hey, Dick, hey, Dick. Ik heb nog niet eens kunnen zeggen... Daar is hij weer, hè? Hey, Dick. Nou. Ik heb de koffie nog niet horen vallen. Wat kan mij dat nou schelen? Sorry hoor, ik was wat laat vandaag. Daar zijn we dan weer. We gaan weer beginnen. U voelt wel, hè? We gaan er weer tegenaan. Want we zitten weer nokkie. Hey, Dick. Ja. Hoe brengt Ben dat vandaag weer? Ja, die kom hier als vast, nou goed. Nou, omdat er staat een Opel Kadett voor de deur. Nou, hou nou toch eens op, er staan de hele dag Opel Kadett voor de deur. Die man rijdt dan hier. Belachelijk, hè, wat een hoed, hè. Mensen, wat hebben we reacties gehad op vorige week, hè. Wat hebben we reacties, hè. Niemand had er gedacht, hè, dat hij zo goed kon zingen, hè, die Bernhard, hè. Maar dat viel wel even mee, hè. Nou, we hebben deze keer ook weer hoogtepunt. Het ene hoogtepunt na het andere hoogtepunt. En we gaan meteen beginnen met een knaller. Oh ja, wat komt er dan? Ja, nou ja, de spreuk, wat moet ik dan zeggen? We gaan beginnen met een dieptepunt. Nou, kom op met die spreuk. Wat is de spreuk? Knal hem er even uit. Oh, mijn spreuk. Nee, mijn spreuk. Nou goed. Beter een half ei dan een lege dop. Ja, dat is een hele bekende, de Groot. Dat is een hele bekende. Beter een half ei dan een lege dop. Behalve als het een stinkei is. Mooi, daar zijn we weer mee. Dat hebben we weer gehaald. Hoe is het mogelijk? Ja. In België is het al 20 graden boven nul geweest. 20 graden, maar het zal iets schelen omdat het zuidelijke ligt 20 graden boven nul. Hoe kan dat nou in februari? Nou, 's morgens was het 9 graden en 's middags 11. Nee, nou we gaan. Onzin natuurlijk. 's Morgens was 9 graden, 's middags 11. We gaan gauw beginnen. Wel aardig. Ja, hij is aardig. Zo, daar zijn we hoor. Daar zijn we met toon. Nou, beter laat zoals gewoonlijk, maar we zijn... Hoezo laat, meneer Van Mekaar? Omdat we al, nou, pak een beetje een minuut of 5 bezig zijn. Ja. Ja. En waren wij nodig? Waren wij nodig? Je hoort het nog te zijn als het programma begint. Ik begrijp... Ik vind het zo oenig allemaal, al die vragen. En waren we nodig? En uiteraard, nou, waar is Ome Joop? Die is er ook nog niet. Nou, we wachten niet, we gaan gewoon beginnen. Ome Joop zit hier naast. Ome Joop zit hier naast? Ja. Hoezo zit Ome Joop hier naast? Waarom komt hij niet hier dan? Ik weet niet, hij was hier om 1 uur. Toen zegt hij, ik ga even naar hiernaast. Ik ga even naar hiernaast. Wat zit hij hiernaast te doen dan? Dat weet ik ook niet. Nou, ga eens kijken wat Ome Joop... Belachelijk, hè? Ome Joop zit hiernaast. We zitten weer uit, in volle zaal. Ome Joop hiernaast. Wat zit hij te doen? Doe die deur eens open. Hallo, hallo. Hier is illegale Joop, mensen. Breekie, breekie. Is er iemand die mij kan horen, hè? Hallo, mensen. Hier is illegale Joop, hoor. Wat is dat nou voor belachelijk, Ome Joop? Je gaat je toch niet met een geheime zender zitten? Is dat niet? Ja, dat mag helemaal niet. Ome Joop mag ik ook even... Weet je joh, wat is dat? Ik ben even bezig, mensen. Ik heb gesprekken met kennissen van mij. Doe die deur dicht, op de flauwekul wil ik niks mee te maken hebben. Hallo, hallo. Breekie, breekie. Hier is illegale Joop, mensen. Is er iemand op de lijn? Hallo. Is er iemand op de lijn, mensen? Doe die deur dicht uit de groot belachelijk met die illegale zender hier zo, daar hebben we toch allemaal geen tijd voor. We gaan verder met het programma. U weet natuurlijk, u voelt hem al natuurlijk, de eerste artiest staat klaar en de Groot zegt jij zelf even wie er komt, want dat is heel bijzonder, kan je zeggen hoor. Er komt... Ja, let op. Er komen drie mensen. Het Burker. Er komen drie mensen? Nou, dat zijn er nogal wat, hè? Dat zijn er drie. Moet ik even een voorverhaaltje vertellen? Oh, een voorverhaaltje, ja. Dat vult altijd lekker. Vorige week vrijdag bij de Tros. Ja. Dus, hoe heet het? Losse schroeven. Ja, van je! Losse schroeven, volle toeren, man. Die ken je wel, Giel met die snor. Giel met die snor, dat weet u wel, hè? Ja. Giel van den Berg. Giel van den Berg, ja. En die hadden het Burker Trio. Wie? Het Burker Trio uit Drenthe, die onverstaanbare mensen. Oh, dat is nou onverstaanbaar. Het is dialect natuurlijk, hè? Het is dialect. Het is dialect. Oh ja. Hij komt door. Ja. En is hier ook het Burker Trio. Ja, die zijn hier, ja. Ja ze en zijn die hebben varken bij zich. Ze hebben het zwijntje weer bij zich, hoor. Maar ze hebben niemand op het vast te houden. Oh, nou, dan kan Ome Joop het even vasthouden. Ome Joop! Ome Joop! De grote haal Ome Joop even. Ome Joop. Ja joh, ik ben bezig, dat hoor je toch, wat is er joh? Of u even het varken vastkanaal. Even het varken vasthouden, vragen even aan Harry of die beb vasthoudt. Wij Ome Joop, we hebben een echt varken. Oh, dat is wel even lekker meisje, als ik nou zorg voor de ettensoep. Nee, maar omdat u vroeger ook een boer bent geweest. Ik ben wel een boer geweest. Oh, ze zeggen altijd, die Ome Joop, voor jullie was ook een mooie boer. Ah! Ja, wat is er nou joh, ik ben bezig. Houd u nou even dat zwijntje vast. Wat voor zwijntje? Hier, dat varkentje. Moet ik dat vast? Ja, maar daar heb ik allemaal geen trek in hoor, ik heb wel wat anders. Hier, hou me ook wel vast. Ja, hier, nou, dus sta ik. Nou, en nou? Dat beetje, wat gaat er nou gebeuren, hè? Dan met dat ding hier. Vindt ie? Die liep al zoveel op de kaart. Oh, daar gaat ie man. Want het is de best op de toren. Hou hem dan ook niet zo hard vast! Ik hou hem helemaal niet hard vast, anders laat ik de volgende ding. Rustig, rustig. En houd je kop verder. Gewoon, ik hou gewoon aan mijn hand voor zijn bek. Dat kan niet geschikt. Haal die weer, weet je, dan ben je dan geel. Houd je. Geel. Nou, ben je stil of niet? Stil. Oh, hij is afgelopen nu. Mooi, dat was dan het Burker Trio, ja! Met... Wat is dat nou? Het moet lukken. Ik krijg het voor elkaar, het moet lukken. Wat doet u nou, Ome Joop? Wat doet u nou? Ome Joop, wat doet u nou met dat varken? Wat doet Ome Joop nou met dat varken? Oh, ik zie het al. Ome Joop denkt dat het een spaarvarken is. Ja, hij probeert de gulden in zijn rug te drukken. U voelt hem zelf al aankomen natuurlijk, hè. Ja. Wederom een hoogtepunt. Ja. De Groot heeft ervoor gezorgd. Zeg even wat er komt. Nou. Oh, nieuwe technische ontwikkeling. Een nieuwe technische ontwikkeling. Vertel even, dat is een primeur. Primeur voor de Lachevie Gietsje. Trouwens, überhaupt sowieso een primeur. Is nog nooit vertoond wat er nou gaat gebeuren. Vertel. Je weet, Ben Cramer. Zal ik even koffie zetten? Ik heb hem nog niet eens gezet. Ben Cramer, die heeft altijd heel vooraan gelopen in allerlei dingen. Ja. Trendsetter. En die is nou met de grammofoonplatenmaatschappij in zee gegaan. Kan die deur nou dicht, dan gaat doen met die Ome Joop met z'n been. Ik word er ook een beetje door afgeleid. Nou, vertel. Nou, ze hebben een nieuwe grammofoonplaat, hebben ze ontdekt. Nieuwe grammofoonplaat, ja. En is een zogenaamde mini-record. Een mini-record, hoor even. Die hele kleine, dat zijn hele kleine grammofoons, net zoiets als een grote knoop. Ja, en die kunnen ook niet krassen. Dus ik heb er niks aan. Hij heeft er niks aan. Dan hebben wij de nieuwste opname van Ben Cramer. Dat is de eerste artiest die op een mini-grammofoon loopt. Nou, we gaan luisteren. Daar komt hij, Ben Cramer. Ja! Was dat hem? Ja. Het duurt 25 seconden. Ja, maar het is een mini-record. Belachelijk, hè? Luistert u naar de logo, ik schiet je. En daarom is het nu de hoge tijd geworden voor... Nou, daar zitten we op te wachten, hè, want we zijn schionerig. We zijn schionerig. En we zijn natuurlijk begonnen met de vraag van vorige week. En de vraag van vorige week, dat was de Groot. De Groot. Hallo. De vraag van vorige week. Ik begrijp dat nou niet, hè. Dat is toch zo simpel. Je hebt een hele week. Je hebt zondag. Hè? Nou, die komen al niet om, hè. Dat is al een dag dat je zo'n heel programma al 4 keer in de... Dan heb je de overmaat van ramp, heb je nog de maandag, de dinsdag, de donder, de vrijdag. Het gaat me door. Hij kan al die tijd voor. En nou is het moment daar, hè. Hij heeft dus 100.000 uur gehad. En dan vraag ik, wat is de vraag? En wat hoor je dan? Zeg mensen, kunnen jullie een beetje rustig wezen? Ik heb mezelf niet verstaan hier op de zender. Ja, we zitten hier niet voor de illegale zin. We zitten hier voor de uitzendingen, hoor. Zagerijn. Moet je de prijsvraag nog laten horen? Ja, daar ben ik al een kwartier, zit ik dat aan te komen op nou met die vraag! Hé, wat duurt dat toch allemaal, hè? Ik begrijp dat nou niet. Ik ken wel de hele uitzending in mijn afreageerkamer. Hoor! Nou, daar komt de vraag. Hand naast elkaar op ieder toneel. Hij weet niet of dit de goede kant is. Hij weet niet of het de goede kant is. Hoe is het toch mogelijk? Live! Het gaat live allemaal, die zender op, hè. Ik weet het niet meer. Ik hoor. Komt hij dik? Komt hij? Dit is belachelijk, hè. Joh, wat duurt het allemaal? Wij stonden zo vaak, hand in hand naast elkaar. Ome Joop! Hoe vaak hebben Ome Joop? Ja, dit is een ding. Ik heb hem hier, dik. Komt-ie. Oh, Johnny, hoe moet dat nou? Dat was een dik. Hoor je? De grote naam staat in het etiket. Wat hoor ik? Was Willem Ruijs hier? Nee, de Groot zet een naald in het etiket. Is hij erg beschadigd? Dat is een klein stukje vanaf. Van de naald? Nee, van het etiket. Ach, de vragen, dan kan mij niet etiketten schelen. Wat een hoede. Nou, kom op met de antwoorden. Laten we maar gaan lachen. Laten we in vredesnaam maar gaan lachen. Ja, dan heb ik hier W.M. Korenhof, Groningen, single 485 in Arnhem. Hou je maar vast. Johnny, oh Johnny, hoe moet dat nou? Nou. Gaande ontvang ik de verstrekte informatie door Henk Molenberg in zaken de kookboeken. Wat is dat nou? Gaande verwacht, dat is toch een heel ander programma. Wat hebben wij er nou mee te wie stuurt dat nou? Wat kan mij dat nou schelen? Dat vind je hem niet leuk. Dat is toch niet een antwoord op de vraag. Dat hoort, dat is voor weet ik veel voor wie, dat is dan niet voor ons. Geef hier instagief gezeur allemaal. Oh, zal ik even koffie gaan zetten? Wacht nou eens even met die koffie. We zitten midden in de prijsvraag. Dan ga je toch niet uitgebreid koffie lopen zitten? Ah, Zwier uit Horen. morgen maar. Paul Koerga uit Filipijnen. Wat is daarmee? En Willy van Bussel uit Steenwijk. Oh, die hebben een leuk antwoord op de vraag. Johnny, oh, Johnny, hoe moet het nou? En die schreven, nou, let op hoor. Tante Leen. Dat wordt lachen. Hè? Tante Leen. Tante Leen? Tante Leen. Ja. Nou, u voelt hem al aankomen, daar ga ik weer even. U ziet mij zo meteen weer terug. Dan ga ik nu weer even naar hiernaast in het afreageerkamertje. Even op mijn gemakje. Dan lees ik ondertussen even voor. Johnny O'Johnny van Ralf Steenmet uit Eindhoven weet ik veel. En hier... even kijken hoor, Albert Vogel uit Hurwenen zet gewoon de bijl er even in. Hier Kees Schut uit Akersloot, heb je dan geen voorlichting gehad? Dan heb ik hier een antwoord van, even kijken hoor, J.A. Verleg uit Geldrop, gewoon doorgaan tot het gaatje. En hier Eltjo Mulder uit Frieselo. Johnny, Johnny, hoe moet het nou? Er zijn nog 5 wachtende voor u. En dan komen hier, komen de leukere. Ik heb er nog 3 en 1 daarvan is de prijswinnaar. Even kijken hoor. Anneke Bergman uit Ruinen in Drenthe. Johnny, oh Johnny, hoe moet dat nou? Heb je de gebruiksaanwijzing dan niet gelezen? Dat is heel leuk. Zo, daar ben ik weer. En heb ik hier... Dat knap weer even op, mensen. Helma Loerakker. Oh, hij is nog druk bezig. Kopstraat 26 in Haarlem. Gaat ook maar gewoon Johnny, door. Johnny, hoe moet het nou? Nou? Geen idee, had je hem dan niet door moeten trekken. Hij is geweldig, hè? Wat is hier leuk, hè? Ja. En dan heb ik hier de winnaar, Dick. Ah, daar komt de winnaar. Dat is de winnares. Ze hebben gewonnen, klaar. En ze hebben iets heel bijzonders gewonnen. Ja, dat hadden ze niet verwacht hoor. Hé, de Groot, wat hebben ze gewonnen? Platenbon. Een platenbon! Ja, een platenbon. Ja, van 50 gulden. Ja, dat is niet even mis. Is gewonnen door... Dat is niet even mis. Dorothee Evers. Zo, die kan ook de deur niet meer uit. Mazelaan 110. Je kunt best zo'n vuilniszak over je hoofd trekken de komende maanden. In Puttershoek. In Puttershoek, mooi. Nou, van harte gefeliciteerd. Johnny, oh Johnny, hoe moet dat nou? Nou. Vlucht de kast in, daar komt mijn vrouw. Wat een ruim. Oh, wat een ruim. Daar zijn we dan mee. Dan krijgen we nu nog even snel de nieuwe opgave, want we zitten nokkie, we moeten gauw opschieten, want anders komen we er niet in, mensen. We hebben nog stapels met artiesten leggen. En de nieuwe vraag van deze week is... Dat is een hele leuke, Dick. Oh, het is een hele leuke. Hij zoekt hem even op, hoor. Ik ben even zoeken, hoor. Ja, hij is even aan het zoeken. The cat's golden earring and... Ik heb het nog niet hoor, wacht even. Nee, hij heeft het nog niet. Ogenblikje thuis. Is het niet zo. Jullie schoppen het ver. Net als de dat is geen vraag hoor. In de showbiz, man. Jongen, wat veel dat niks. Daar hou je toch niet van boven? Het stond ergens in het begin van het programma. Nou, ik ga afsluiten. Zoek jij je tussen even die vraag. In ieder geval, dus ik zal vast zeggen, als u zo'n leuk antwoord weet op de vraag die de Groot nou aan het zoeken is, dan stuurt u die aan NCRV. Ad van Billigheid. Ja, dus zoek jij nou die plaat op, dan doe ik het adres. Aan de NCRV, adres dus Aard van Donkerbruine Bergheid, Schuttersweg 8 tot 10. Kan ook meegelezen. Kijk, schiet nou op met die vraag! In Hilversum, ja. Nou, heb je nou die vraag? Hij zit ergens in het begin van de plaat, maar ik heb hem zo, hè. Nou ja, het lijkt mij het beste dat we gewoon verder gaan met het programma intussen. Dan ga ik nu aandacht vragen, dat lijkt me ook wel leuk. Dat is namelijk belachelijk. Dit allemaal op de achtergrond, is het belachelijk of niet? Nee, we gaan gewoon verder met de volgende artiest. En de volgende artiest, dat is heel belangrijk. De Groot, wie komt er ook? Enfin, daar kun je niks aan vragen nou. Wat? Zal ik even mee helpen zoeken, meneer de Groot? Nou, als je wil doen, Web, heel graag. Kijk ik op deze, dan kijk u op dat belachelijk, hè? Ja, hij zou in het begin... Ja, hij zou in het begin. Nou, wij gaan dit... Harry, waarom ben ik al, hè? Zal ik even koffie zetten? Nee, daar gaat het nou niet om, Harry. Het gaat om de volgende artiest. Wie komt er? Roland is heel erg leuk. Sorry hoor. Ik heb hem. Nou, laten we even luisteren. De Groot heeft hem. De vraag van deze week is... Is het nou allemaal echt voorbij? Dat was mijn naaltje in het etiket. Haal het er nou eens uit. De vraag was dus, Veronica, sorry... Is het nou allemaal echt voorbij? Mooi. Nou, dat was dus de vraag. Adres hebben we al opgegeven. Dan gaan we nou gauw verder met de volgende artiest. We hebben nog net 2 seconden. Nee, maar die heeft langer nodig. Wie mag nou lang? Wegsturen. Ja, wegsturen. Maar wat? Wie komt er dan? Wat is er dan? Wat is... Nou, ik bekijk hem zelf wel weer. Ik heb hier de papieren. We krijgen nu... Oh, wat leuk. Ik lees hier net dat we krijgen een ode aan Jan Pelleboer. Die ken u wel, hè? Oh, jongen, dat doen we zelf. Ja, dat, natuurlijk. Natuurlijk doen we het alles zelf. Zelf mee. Want... Hij komt vorige week. Toen was Ben Cramer hier en die had een weerspoorspeling die helemaal niet klopte. En hij zou Jan Pelleboer gaan vervangen, want hij had het veel te druk met het cross en de NCRV en weet ik veel allemaal. En, maar die Pelleboer heeft gehoord hoe die Cramer vorige week het weer voorspelde. Ja, en? En die zegt, ik neem het gelijk weer over. Oh, dus Pelleboer doet het nou. Nou, dat is leuk. Dan krijgen we nu een ode, gezongen door ons allemaal. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Doe mij ook mee. Wat gaat er gebeuren dan? Nou, de ode aan Jan Pelleboer. Ja, en wat is de tekst? Nou, hier is de tekst. Dat hebben we toch gerepeteerd allemaal. Iedereen kende eruit. Ome Joop erbij. Ome Joop, kom er even bij. Ja, Ome Joop. Ja, wat is er bezig? Ik ben druk bezig hier, hoor. Ik heb al anders te doen dan een gezeur met die Pelleboer. Breekie even, jongens. We blijven ons zingen hier zo. Breekie. Nou, daar gaan we. Ode aan Jan. Ja, maar dat weten we nou onder Jan zelf. Ja! Ik mag ik twee die stem zingen? Oh, 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 Pelleboer. Voorspellen is en blijft een hele toer. O Pelleboer, o Pelleboer, van jouw voorspelling klopt zo geen ene moer. Voorspellen is en blijft een hele toer. O Pelleboer, o Pelleboer, want jouw voorspelling klopt soms geen hele moer. Tam, van jouw voorspelling klopt soms geen hele moer. Geworden. We hebben er nog net even tijd voor een heel leuk onderwerp. Nou, nee, dat komt er nog lang niet. Zover is het gelukkig. Ik heb vorige week bijna geen 30 seconden gehad. Ja, dat is je eigen schuld. Dan word je maar op. Omdat Prins Bernhard kwam. Het gaat maar door. Het gaat ook maar door, hè. Anders zouden we stoppen. Excuses, neemt u niet kwalijk, hè. Gebak erbij. Excuses, nee. Nou, hoeft echt niet, hoor. Ik vond het niet erg. Ja, ga jij er ook nog even mee zitten bemoeien, Beb? Ja, ik mag er ook wel even wat zeggen. Ja, wat wou je zeggen, Beb? Kom op nou, de Groot, laten we er even doorgaan met het programma. Onbelangrijk allemaal. Wat ik ook heel erg leuk vind. Dat vind Dik. Ja? Er staan hier buiten staan 2 regisseurs voor Ome Joop. 2 regisseurs voor Ome Joop? Wat krijgen we nou weer? Wat is... Die komen een bakkie in beslag nemen. Een bakkie in beslag nemen? Oh, misschien een bakkie koffie of zo. Dan ga ik het eerst even zetten, hoor. Nee, dat is voor Ome Joop, Harry. Ome Joop. Ja, wat? Nou, dan moet hij zit hiernaast. Ja, Ome Joop, gaat u naar hiernaast, heren. Daar hebben wij niks mee te maken. Dat is Ome Joop's afdeling. Ja. Ome Joop, er zijn twee regisseurs voor u. Twee regisseurs? Wat krijgen we nou weer? Ik kom even op bezoek. Even breekie, ik heb hier nog wat mensen op de telefoon. Ja, wat is er jongens? Wat moet je? Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben de officier van politie, ik kom hier een bakje in beslag nemen. Een bakje in beslag nemen? Wat gaan we nou? Nee, nou zal die even lekker worden. Je blijft mooi met je poten van de bakje af, wat zullen we nou krijgen? Dat is mijn geheime zender, die is trouwens geheim, daar mag je helemaal niks van weten, verhuur. Meneer, ik heb hier een arrestatiebevel, ik moet u meenemen in het bakje. Meneer, blijf mooi met je poten van de bakje af. Gaat dit aan, meneer? Daar heb ik niks mee te maken, ik zal even hier, ik zal even je poten breken op hier. Ik zal je even in elkaar rammen, joh, hier zo. Ik breek alle twee je poten, hier zo. Eén breek hier, en hier breek ik je andere poot ook nog. Twee breek hier, weet je, dat zal even lekker worden. Nou wordt die mooi, blijf van de bakkie, joh, weet je. Dat is mijn bakkie, is een geheim, is het. Zal even lekker worden. Afblijven, hé joh, ga je hard of niet, opschieten. Meneer de Groot. Oh, nou toch. Ja, natuurlijk, nou toch, nou wel. Oh, nou heb ik het niet voorbereid. Mogelijk, ik kan je weer gaan zitten wachten. Hoe is het toch mogelijk, hè, wezen? Hoe is het mogelijk, hè? Als u weet hoe het mogelijk is, stuur eens een briefkaart. Hij heeft het van de Oscar Bix. Dan krijgen we ze gauw, jongens. Knal ze er even doorheen. Hè. Uit Heerlen. Hoe eerder het afgelopen is, hoe liever het me allemaal is. En die woont vlak bij België. Ik vind het zo vreselijk allemaal. Het is allemaal beneden peil. Hè. Weet jij het verschil tussen een Belg en een foto? Verschil tussen Belg en... Nee, dat weet ik niet. Nou, en... Een foto is ontwikkeld. Een foto is ontwikkeld. Is die goed of niet? En hier heeft Herman Rakers uit Delft. Oh, Herman Rakers, ja. Waarom is ome Joop nooit getrouwd? Nou. Omdat het hem niet lukt om tot over zijn oren verliefd te worden. Dick, het zingt in het vlieg. Nou en? De luchthavenzangers. Hij is een leuk, hè? Wat is hij goed, hè, wezen? Wat is hij goed, hè? Ja, meneer de Groot. Ik vind het ook zo leuk, hè? Vindt u het goed dat ik ook eens een mopje vertel? We krijgen we... Oh, dan gaat Toos zich er ook mee bemoeien. Dat mag toch wel even, ja, van mij mag het wel. Het vult lekker. Dit is voor u, meneer, voor elkaar. Oh, voor mij? Ach, leuke grap voor mij. Weet u hoe de opa van meneer de Groot heet? De opa van meneer de Groot, ik weet niet. Nou? Dat is meneer de Grootvader. Meneer de Grootvader is hier. Even kijken, Dick. Ja, doe maar rustig aan, de grote tijd tikt door. Ik zie de Nielslezer zijn papiertjes al pakken. Hij heeft één stapel met ellende en één met vrolijk Niels, maar dat zal hij wel niet voorlezen. Nou, komt er nog wat? Ik heb hier de bonus. Oh, hij heeft de bonus. Nou, dat is ook zo'n verschutting, hè, als je die bonus hebt. Is deze week voor Sander. Ik heb een buurman, die heeft de bonus. Hij heeft de ramen dichtgespijkerd, plakband op de ruiten. Ze schrijven allemaal woorden op zijn deur. Allemaal verschillende woorden op zijn deur geschreven. Een slapende Ajax-speler. Ze hebben pek en veren in zijn tuin gegooid. Je hebt een bonus. Een slapende Ajax-speler. Nou? Simon Piamata. Hij is voor. Dat was het. Dat was het. We zijn er doorheen! Ja hoor! Dit was het dan weer. Dit was dan weer een nieuwe aflevering van de Landelijk Schietshow. De presentatie was in de handen van mezelf. Graag tot volgende keer. Ik had de productie, Dick, dat heb je niet gezegd. Goedemiddag!